In deze tijd van mobiele telefoons heeft eigenlijk iedereen wel een eigen navigatiesysteem. Dus gebeurt het niet meer zo vaak dat de weg gevraagd wordt. Toch helpt een dame uit Zwijndrecht heel vriendelijk twee meisjes die zeggen verdwaald te zijn. Dat had ze beter niet kunnen doen. Het Binnenwegplein in Rotterdam. Een 58-jarige vrouw uit Zwijndrecht is hier op woensdagmiddag 3 december 2014 rond 4:30 aan het winkelen. De vrouw werd aangesproken in een kledingwinkel in Rotterdam door twee vrouwen. De twee vrouwen wilden weten hoe ze moesten lopen naar een restaurant, bazaar, aan de Witte de Witstraat. Hoe behulpzaam de mevrouw is, heeft ze de weg uitgelegd hoe ze moesten lopen. Het was voor een van de vrouwen niet duidelijk en ze legt het nogmaals uit. Nou, dan is het duidelijk en de twee vrouwen lopen weg. Kort nadat de twee vrouwen weg zijn, voelt de 58-jarige vrouw uit Zwijndrecht aan haar tas. Dan merkt het slachtoffer al vrij snel dat haar schoudertas licht aanvoelt. Haar rit staat open en haar portemonnee is weg. Snel blokkeert ze al haar bankpassen, maar het mag helaas niet meer baten. Er zijn al duizenden euro's van haar rekening gepind. Dat gebeurt door deze vrouw. De vraag is hoe ze aan de pincode van het slachtoffer is gekomen. Dat weten we niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk hebben ze meegekeken met de pincode toen een mevrouw eerder in een winkel aan het pinnen was. Daarom is het heel belangrijk om goed je pincode af te schermen als je aan het pinnen bent. Kijk achter je, of dat er niemand meekijkt. Deze vrouw wordt dus gezocht voor het zakkenrollen en het leegroven van de rekening van het slachtoffer. Haar handlangster staat niet op beeld, maar wordt uiteraard ook gezocht. Tips zijn welkom via 0800 6070.